Caroline Snijer. Dit is mijn zus Leontien. Wij hebben samen een akkerbouwbedrijf van onze ouders overgenomen. Dit doen we nu gezamenlijk zo'n 6 jaar. En dat vinden we eigenlijk heel erg leuk om te doen. Deze tarwe is eigenlijk naar de hand duurzaam bereid. Ja, wij vinden dat wij naar de toekomst zeker in die trend moeten gaan denken. Dat is een van de grootste redenen waarom wij dus eigenlijk begonnen zijn met het bereiden van duurzame tarwe. Wij vinden het heel belangrijk dat de consument ziet waar hun brood vandaan komt. Dus wij leveren aan de Nederlandse bakkers. Dit is Nedertarwe. Vanuit Nederland kunnen we hele goede tarwe verbouwen. De consument ziet dus waar het product vandaan komt. Vanaf januari zijn we begonnen. De klanten zijn heel erg enthousiast. En daarbij mag ik ook vertellen, onze afnemers die hebben er ook dankbaar gebruik van gemaakt dat wij deze keuze gemaakt hebben eigenlijk. Het grote verschil met Nedertarwe, wat nou Nedertarwe maakt, is dat je daar een akkerrand, een bloemenrand omheen moet zetten. Wat nou ja, de insecten aantrekt, wat uiteindelijk voor mens, dier en natuur alleen maar beter is en verbetert. Daar zijn we niet zomaar voor uitgekozen, je wordt er ook voor gecertificeerd. Daar is een audit voor, dus wij moeten wel aan bepaalde eisen voldoen om ook echt Nedertarwe te mogen leveren. Dat zijn sowieso uitdagingen. Van de andere kant moet ik wel zeggen dat Koopmans heel erg goed gekeken heeft van wat is de procedure die die bakker eigenlijk altijd gedaan heeft. En ook daar de meel op aangepast heeft. Dus er hoefden niet echt veel aanpassingen verricht te worden aan het proces. Het grootste misverstand is dat alles wat in de supermarkt ligt zeker niet bij ons vandaan komt. Terwijl wij natuurlijk de Nedertarwe, dat komt van hier, Nederlandse tarwe. Weet wat je eet, weet waar het vandaan komt. Ja, ik denk dat het wel een ding is. Soms wordt het wel eens gezegd van, oh nee, je hebt ook nederwiet. En is het dan Nedertarwe, dan is dat een beetje hetzelfde dan. Ik zeg, nee, Nedertarwe is eigenlijk tarwe dat echt uit Nederland komt. Dus door de Nederlandse boer is gemaakt. Ik hoop dat wij over 5 jaar kunnen zeggen dat we enorm gegroeid zijn met de Nedertarwe. Om de consument te kunnen blijven laten zien wat we aan het doen zijn. Wij zien natuurlijk wel hier heel veel kansen voor naar de toekomst. En zeker voor de jongere generatie. Die ook natuurlijk met kinderen zitten. Ja, die willen we natuurlijk heel graag in de winkel hebben. En het verhaal kunnen willen vertellen van waar wij mee bezig zijn.